ABOP-topper Humphrey Dundas zegt dat de partij geen veten heeft met gewezen minister van Grondbeleid en Bosbeheer Diana Pocky. Dundas gaf gisteren een statement op het kabinet van de vicepresident op commentaar van Pocky in de media over haar ontslag eerder dit jaar. Pocky zou gesteld hebben dat zij bedankt is omdat zij niet wilde meewerken aan corruptie. Luku evento unawan luku gwanga baka. Ushi a reactie ook toe voor aangewezen minister mevrouw Pocky. Hoe loopt mevrouw Pocky like vader? We houden van mevrouw Pocky. De partij loopt mevrouw Pocky. Laat dat duidelijk zijn. Maar we kijken niet terug. Une luku gwanga baka. Maar mi vind dat a reactie bij de tien zo overbodig. In de zin van samsak bab sakba. Toch, maar dan nou we go karsani sang. Onze refno sap ef na true. Aan mevrouw kon een verklaring, mevrouw Pocky kon een verklaring en een ook zat tegen reactie voor een verklaring. En een verklaring, in feite ook een verklaring aan de juist. Dat is een reden zeiden met mevrouw Pocky kon een ontslag. Dundas zegt verder dat de verklaring van Pocky in de media een storend effect heeft gehad binnen de gelederen van de partij. Om deze reden heeft de topper, tevens woordvoerder op het kabinet van de president, ervoor gekozen een statement te geven. President Betakikba zei na een reden, u kan go terug voor Lukus aan een reden voor ontslag. Ten aanzien van rapen met Abif Taki, voor de rest, een relatie tussen een partij en een Pocky, we wachten nog steeds op zang mevrouw Pocky Odu, of ou Godoro, of Adete, Tangano Adete, maar u nu aan Lukus gaan baka. Een partij is een partij voor lobby ook toe en loopt respect. Weet je, dus we respecten Alassani en Lekva en Konanga een statement, we respecten dat hij, maar wel zou Abif Taki dat een statement dat hij aan het true. We kunnen ook terug naar een formele en een formele naar zijn president Taki voor een reden voor een ontslag en Tenanga drapen. Voor de rest, om Luko Gwanga visie. Dundas stelt dat het belangrijk is dat de partij nu ervoor kiest om discussies en geruchten uit de wereld te helpen en het onderwerp niet meer aan de orde te stellen. Het is nu zaak dat de partijtop de woordenstrijd wil laten voor wat het is.